Vandaag 17 mei is internationale dag tegen homofobie. Sinds 1990 is homoseksualiteit officieel geschrapt van de lijst van ziekten. Wij vragen Arnhemmers of ze van deze dag afweten en wat ze ervan vinden. Het is vandaag internationale dag tegen homofobie. Wist u dit? Ik wist het niet, maar ik vind het wel een heel goed initiatief. Waarom? Omdat ieder mens recht heeft op zijn eigen bestaan en zijn eigen aardheid. En alles wat met discriminatie te maken heeft, ben ik eigenlijk tegen. Nee, dat wist ik niet. Nee. Vind je dit goed? Ja, ik vind het zeker goed, ja. Want waarom? Ik vind dat iedereen mag doen wat ze zelf willen. Of ze nou homo zijn of niet, of lesbisch, maakt me helemaal niks uit. Ik vind wel dat het goed is dat hij bestaat. Alleen er zijn zoveel van dat soort awareness dagen dat ik me afvraag wat de impact er nog van is. Ik vind het goed dat het bestaat, dat er aandacht aan wordt beschonken, ja. Ik vind alles goed. Ik bedoel, als die mensen gelukkig zijn, helemaal prima. Ja, ik weet niet, want het is verschillend. Je hebt echt sommige homo's die echt, echt net als meisjes gedragen. Ja, dan zou ik ook bij mijn eigen denken, weet je, rot maar op. Maar normale homo's die gewoon geen hand in hand lopen, ja, zou ik niet eens van merken. Vindt u dat er anno 2013 nog steeds te veel gediscrimineerd wordt? Ik ben bang dat ik moet zeggen ja. Ja, voor 2013 wel, ja. Hier is nog wel een taboe op, wat niet meer nodig is. En ik denk dat het ook alleen maar erger wordt. Ja, denk je niet dat mensen het meer zullen accepteren? Langzamerhand wel, maar het is nog steeds te veel tegen, zeg maar. Ja. Nou ja, ik las vanochtend dus dat het dus blijkbaar nog wel heel erg is. Ik heb het zelf, ervaar het zelf niet, omdat ik niet homo ben. Maar en vrienden van mij die ik ken die homo zijn, die hebben het er eigenlijk niet over. Dus ik was me er niet zo sterk van bewust, maar ik wist wel dat het er nog was. Ik denk dat het tolerantie in de wereld wel wat meer mag, ja, want ja, ik heb het net al gezegd, ik vind het helemaal niet erg. Ik bedoel, een mens is naar mij gelijk, dus ja. Iemand met een kaal hoofd, die wordt ook gediscrimineerd en noem maar op, hè, dus het blijft. Maar voor mij hoeft dat niet, ieder mens is gelijk, in mijn ogen. Want wat zou er dan moeten gebeuren om dat te verbeteren? Ja, aandacht aan blijven schenken. Ik denk dat je het nooit helemaal weghaalt. Er zijn altijd wel groeperingen in de samenlevingen die iets tegen andere mensen hebben. Maar wel onder de aandacht blijven houden. Meer misschien positieve dingen. Er wordt ook heel veel. Er wordt ook wel positieve dingen aan gedaan. Maar wat meer positieve aandacht, laat ik het zo zeggen. In plaats van negatieve aandacht. Want u heeft een mooi paars shirt aan. Heeft u dat nou speciaal aangetrokken voor vandaag? Nee, dat is niet speciaal. Maar misschien dat ik er wel mee wil zeggen dat kleuren en mensen, dat hoort bij elkaar. En heeft niks te maken met de binnenkant. En iedereen, nogmaals, daar ben ik het helemaal mee eens, heeft recht op zijn eigen geaardheid. En dat mag dan ook wel blijken, of in kleding, of in doen en laten. Zolang iedereen zijn fatsoen maar houdt, vind ik het prima. Het is ook wel een beetje geaccepteerd, tenminste hier in Nederland, hè? Maar er zijn landen zat waar het dus niet geaccepteerd is. Dus u vindt dat we in Nederland nog wel voorop lopen? Ja, dat vind ik van wel, ja. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren dat het toch niet zo taboe is dat het eigenlijk allemaal is. Want ja, ik vind het gewoon een doodgewoon normaal iets. Dus ja, nou, iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil.